President Chandrika Prasad Santokhi heeft zondag 286 bloeddonoren die op periodieke basis bloed hebben gegeven, gedecoreerd. Bloed geven is een daad van liefde en dus werden de donoren allemaal geridderd door het staatshoofd. Volgens president Santokhi is een bloeddonor iemand die vrijwillig een ander zijn leven redt. Deze personen bezitten bijzondere karakters, want het doneren van bloed is immers menslievend, meent de president. Volgens president Santokhi is een bloeddonor iemand die vrijwillig een ander zijn leven redt. Deze personen bezitten bijzondere karakters, want het doneren van bloed is immers menslievend, meent de president. En het is een edelmoedige daad van solidariteit, burgerzin en hulpvaardigheid. Veel mensen beseffen niet of nauwelijks hoeveel levens worden gered door het doneren van bloed. En nu, met COVID-19-pandemie, is de drang naar veilig bloed des te nijpender geworden. Veilig bloed, noodzakelijk voor een hogere levenskwaliteit, voor behandeling van gewonden bij ongevallen, voor slachtoffers van natuurrampen, voor nog onnoemelijk veel noodsituaties die zich kunnen voordoen en die gepaard gaan met veel bloedverlies. De roep naar vrijwilligers die bloed doneren is groot en blijft aanhouden. Niet alleen vrijwilligers voor het geven van bloed zijn nodig, maar ook gewoon vrijwilligers ter verlichting van de legio-taken van de Stichting Nationale Bloedbank. Ik maak daarom van deze gelegenheid gebruik en roep de samenleving op, vooral de jongeren, om zich aan te melden bij de bloedbank, om ook jullie deel te leveren in het proces van medemenselijkheid. Elkaar helpen is het mooiste geschenk dat iemand een ander kan geven en dat is waar bloeddonoren voor staan. Helaas is het vaak zo dat pas als men zelf in nood verkeert, men het belang van bloedgeven erkent. Laat het niet zo ver komen. U als bloeddonor geeft in elk geval het goede voorbeeld. Uit de informatie die ik heb ontvangen blijkt dat velen van u decennia lang deze daad van liefde belangeloos vervullen. Wat betekent dat u geen vergoeding daarvoor ontvangt, althans niet in stoffelijke vorm. De decoraan die zijn benoemd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster, officier in de ereorde van de Gele Ster en commandeur in de ereorde van de Gele Ster. De Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis voorziet ons land sinds 1940, al 81 jaar, van veilig bloed.